Vanaf 9 januari is de eerste expositie van 2016 bij Regio Art Rijnmond. We staan hier in kunstgalerij RAR in Spijkenisse. Jullie zijn met de opbouwing bezig voor de nieuwe galerij. Hoe bijzonder is dat? Nou, het is een heel bijzondere expositie, want afscheid en rituelen, ja, dat is eigenlijk wel iets heel zwaars natuurlijk. Maar ja, ieder presenteert zich op zijn eigen manier met wat hij voor werk heeft met afscheid of als ritueel. En dat is heel goed zichtbaar. Het zijn dus 5 kunstenaars die zich presenteren met het werk afscheid en rituelen. Er zitten dus schilders bij, grafici en mensen die ook zeg maar ruimtelijk werk maken van papier. En Anneke Renes bijvoorbeeld, die is altijd met haar voorouders bezig. Die heeft een ketting met foto's van haar voorouders. Weet je, het is zo bijzonder wat er tevoorschijn komt aan werk, wat met het thema te maken heeft. U bent zelf ook een van de kunstenaars. Wat heeft u geïnspireerd? Nou, afscheid. Ik heb aardse dozen gemaakt. Dat zijn dus urnen. En die zijn van keramiek. En ik gebruik altijd structuren uit de natuur. En de onderlaag, dat lijkt net een aardlaag. Dus ja, we gaan terug in de aarde. Dus ik vind dit zelf ja, een hele mooie doos om, ja, om iemand in te bewaren. Of waarmee je kan er ook nog mee spelen. Je kan hem in de huiskamer zetten, je kan de deksel eraf halen. Je kan nog even bij een bepaald moment met herdenken. En ja, dan is iemand toch weer dichterbij. En anders moet je naar een begraafplaats waar een urn staat. Dus ik heb ze speciaal gemaakt om ze eigenlijk in huis of in je tuin neer te zetten. Je zit hier met 5 kunstenaars bij RAR Spijkenisse. Wat betekent RAR voor jullie? RAR, ja, dat is een kunstenaarsvereniging waar kunstenaars, als ze lid van zijn, zelf exposities kunnen verzinnen. Een van de 5 is met dit thema gekomen en de andere 4 hebben zich daarop ingeschreven. Dus je hebt een heleboel vrijheid om te exposeren wat je wil of wat te verzinnen van een expositie wat je zelf zou willen. Bovendien is de galerie zo'n prachtige ruimte. Ik zou verder niet in de regio Rijnmond een ruimte weten waar je zo makkelijk kan exposeren. De komende tijd wordt druk voor jullie met de nieuwe expositie. Wat gaat er allemaal gebeuren? Nu is in ieder geval de expositie bijna ingericht. We moeten nog even de titels en de prijzen erbij gaan plakken. En dan is aanstaande zaterdag is de opening. Eerst hebben we een nieuwjaarsreceptie en om 16:30 is de opening van afscheid en rituelen. En dan is elke zaterdag is een van de kunstenaars aanwezig. Dat kunnen ze ook zien op de website wie of wanneer er is. Want daar staan we ook allemaal vermeld en met ons naam en werk. En ja, dat is het wel. Ook nog op de derde zondag is er altijd literar. Dat is ook heel leuk. Dan wordt er muziek gemaakt en dichters of verhalenvertellers zijn dan op zondagmiddag aanwezig. Dat is de derde zondag van